Een hele goedemorgen, welkom bij deze Beam Kerkdienst op eerste kerstdag. Vrolijk kerstfeest gewenst, ook aan jou Jurjen ten Brinke. Fijn dat je er bent. Ja. Jij gaat spreken zo meteen, waar ga je het over hebben? Over vrede op aarde, het thema van kerst. Maar dan ook wel een beetje gelinkt naar deze kapotte wereld natuurlijk. Want wat betekent het, hè? Op het moment dat je met oorlog te maken hebt of in je eigen leven met sores? Ja. Dat zo meteen. Juliana, Nadine en Matvi zijn hier ook. Zij begonnen dit jaar in Oekraïne, hadden allerlei ideeën over hoe het leven zou gaan. Maar toen werd het oorlog. Wat betekent vrede dan nog? Dat ga ik ze zo meteen vragen. Maar het is kerst en daar hoort natuurlijk muziek bij. En gelukkig zijn ze er hierachter in de tent, de Beam Worship Band. Mooi jongens, dank jullie wel. En het scheelt dat het helemaal niet koud is, hè, voor de band. Het is kerst, dan blikken we terug. Dan vieren we ook feest, want dat is kerst. Maar er zijn ook mensen voor wie het jaar compleet anders is gelopen dan vooraf gedacht. Drie van die mensen zijn hier. Nadine, Matvi en Juliana. Wat fijn dat jullie er zijn. Dank je. Dank je. Jullie begonnen dit jaar in Oekraïne, waar jullie wonen, jullie thuis. En nu wonen jullie al een paar maanden in Nederland. Hoe lang, Juliana, woon je nu in Nederland? Bijna 10 maanden. 10 maanden. Dus echt aan het begin van de oorlog dat je deze kant op bent gekomen, hè? Ja. Ja, dus jullie jaar is compleet anders gelopen dan verwacht. Hoe zag jouw leven eruit nadien in Oekraïne? Het was een mooie en rustig leven in Oekraïne. Maar helaas, wanneer de oorlog begint, het is een pijnlijk voelen. Als je ziet jouw huis, jouw familie, je gaat weg, je voelt bang van de...
van vluchtelaar, van, ja, echt pijnlijk. Juliana, hoe heeft die oorlog dan jouw leven veranderd? Ja, het was heel pijnlijk voor ons. Ja, maar dit is voor ons de tweede keer, zo wij zijn gewend. En, want jouw familie komt uit Syrië, bedoel ja. je? Ja. Dus die zijn al een keer gevlucht naar Oekraïne ja. toe. Je ouders dachten daar een veilige plek te hebben gevonden. Ja, maar... En nu gebeurde het eigenlijk weer opnieuw. Ja. Maar hoe is de situatie daar nu, Juliana, in Oekraïne? Ja, ze hebben geen elektriciteit, geen water. En het is heel koud. Ja, mijn familie gaan weg, dus buiten. En ja, mijn vader nog steeds in Oekraïne. Dus en bellen naar mijn vader, hoe gaat het met in Oekraïne? Ja, ik zat net een beetje te klagen hier dat het vandaag zo koud is. Maar jullie zeiden in Oekraïne wordt het soms wel -20. Hè? Daar is het nu echt heel erg koud. Ja. Ja. Nee, dus dat is ook een goede les voor mij, dat ik wat minder mag klagen. Ja. Jullie zijn jong. Je zit op school, je hebt je vrienden, je hebt misschien wel dromen over wat je later wil worden, wat je wil gaan doen. In Oekraïne, mijn droom was programmeur geworden, maar alle plans ja, compleet gewisseld. Ik wil een goede toekomst van mij en mijn vrienden, van mijn familie. Met kerst zeggen we dat heel vaak, hè? Vrede op aarde. Is er nog vrede in jouw leven? Ja, ik ben blij hier in Nederland. Ik hou van mensen hier. En alles is goed hier. Ja. Knap dat je dat zo kan zien. Dat je, terwijl je alles hebt achter moeten laten, dat je dus toch nog een soort, ja, met een glimlach dat kan vertellen. Ja. Ja. Nou, mag ik daar wat aan vragen? Vind je het moeilijk om in God te geloven in een situatie waarin zoveel dingen gebeuren die zo verdrietig zijn? Ik ben gewend, zo, ja. Als iets slecht gebeurt in jouw leven, je altijd moet blij zijn. Ja, dat is belangrijk. Nou, ja. Ja. Knap, ik vind dat echt bijzonder. En jij, Matvi? Lukt het om kerst te vieren als je weet dat je vader daar nog is? Ja, ik zal proberen in dezelfde manier hier vieren, maar... Maar het is niet hetzelfde. Dus eigenlijk als ik jullie zo hoor, alles is anders geworden. Ja. Alles is minder geworden, maar jullie richten je echt op dat wat er wel is. Dus de mensen die er wel zijn, de goede zorgen hier in Nederland. Dank jullie wel dat jullie hier vandaag willen zijn om met ons toch een beetje kerst te vieren. Ondanks alles eigenlijk wat er is gebeurd. Wel mooi hè, Jurjen? Ik vind het wel bijzonder. Nou ja, wat ik bijzonder vind is dat deze vrienden ons vertellen dat vrede iets is waar je, ja, ik hoor hen bijna zeggen, waar je een soort van voor kiest, lijkt het wel. Ja. Van, ondanks dit, ja, maar er zijn redenen om dankbaar te zijn aan mijn familie en aardige Nederlanders en andere dingen. Ja, dat raakt me wel, ja. Humble virgin, arise and take heart. You've been chosen to carry a son. Give no heed to the trembling inside, for the wonder is only begun. Have no fear, do not fear. The child you will hold is the Savior foretold, drawing near. Do not fear. Shepherds, look up and take heart. See the glory of heaven burn bright. Hear the anthem of joy and good news. Hope is dawning in the stable tonight. Do not fear. Do not fear. Of days drawing near, do not fear. Weary children, be still and
longing you feel is a cry. For the rest he is offered to all who come to him for his burden is light. Do not fear. Redeems you and devil will keep you his name. Do not fear. Oh. Do not fear. Oh, do not fear. Het is kerst. Jezus is geboren. Dat betekent vrede. Vrede op aarde. Terwijl dat misschien ook wel een beetje een ingewikkelde boodschap is. Zeker als je het verhaal hoort van mensen uit Oekraïne of uit welk oorlogsgebied dan ook. Nou, dat het toch bijzonder was, dat moment van vrede op aarde werd heel duidelijk toen er een heel engelenkoor de geboorte van Jezus aankondigde. Daarmee was het ook direct een wonder, want zoiets maak je niet zomaar mee. Ik lees met je een aantal versen uit Lucas 2. Niet ver daar vandaan, namelijk Bethlehem, brachten herders de nacht door in het veld. Zij hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door de, er staat hier, stralende luister van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag in de stad van David jullie redder. Hij is geboren. Hij is de Messias, de Heer. Ze schrokken hevig, staat er dus bij die herders. Ja, dat lijkt me niet zo heel gek. Gewoon heel simpel, omdat je midden in de nacht bezig bent met je schapen. Of ligt te rusten, ligt te slapen. En dan is daar opeens dat licht. Een lamp. Dat je denkt, huh? Waar komt dit vandaan? Dus je schrikt. En trouwens, voor onze vrienden uit de Oekraïne gold dat net zo goed, hè? Bommen, letterlijk, granaten, lichtflitsen. Je kon het misschien zelf op het journaal ook zien. Maar er is ook nog iets anders. Je kunt ook heel erg schrikken, ja, als Gods grote aanwezigheid dicht bij jou komt. Dat wil ik je proberen uit te leggen. Als je zit te kijken en als je ooit al iets heb meegemaakt, gemerkt heb van Jezus in je leven, dan weet je ook wel, ja, dat zijn heiligheid en zijn grootheid tegenover jouw persoontje en dat wat er eigenlijk allemaal niet goed gaat in je leven, een soort conflict opleveren. Toen ik in Amsterdam ging wonen, toen kochten we een huis. En nou ja, goed, je kijkt daar rond en je betaalt ervoor met je hypotheek. En ik weet nog goed, het was precies in deze tijd tussen kerst en oud en nieuw, dat ik toen de eerste ochtend wakker werd in Amsterdam. En het was winter natuurlijk en donker. En ik ging naar mijn badkamer. Ik deed het lampje aan. Lampje. Het was een bak met licht. En dan ik schrok gewoon. He, we weten allemaal dat je er 's morgens niet al te frivol uitziet. En als je dan ook nog heel veel... Je kunt wel proberen. Als je er heel veel licht op zet... Nou, dan blijkt dus alles waarvan je dacht dat het er nog aardig uitzag... blijkt het ook niet te zijn. En dat gebeurt er in de aanwezigheid van Jezus. Hij is het licht wat geboren is. En als je hem ontmoet, dan zie je steeds meer wat er schort bij jou. Wat er niet oké is. En ik zou haar zeggen, je weet het donders goed zelf. Welke dingen kloppen er nou niet in je leven? Nou, hoe dichter je bij Jezus komt,
hoe groter het licht wordt, hoe zichtbaarder wordt waarom hij eigenlijk kwam. Wat die duisternis is in deze wereld en in jouw leven. Dus dat is de tweede betekenis van schrikken, hevig schrikken, zoals er hier staat bij die herders. Nou, wat dan zo mooi is, is dat dan vervolgens die engelen zeggen, maar kijk nu goed, je hoeft niet bang te zijn. Kijk, God heeft mensen gemaakt. Hè? Het begon bij Adam en Eva in het paradijs. De bedoeling was dat je in harmonie en vrede met God zou leven. Dat het gewoon oké zou zijn tussen jou en je hemelse vader. Dat je daar blij mee zou zijn. Dat je je leven leidt. Dat je je gezegend weet, gezien weet. Dat je je erkend weet. Dat iemand positief is met een bedoeling jou op deze wereld heeft gezet. Al dat soort dingen. En dat is dus stuk gegaan. Ja, door de zonde. Toen Adam en Eva de keus maakten. En nou ja, volgens mij moeten we gewoon eerlijk zeggen, jij en ik ook. Om zelf de touwtjes in handen te nemen. Om te luisteren naar die leugen van de slang die zei van, ah joh, laat God praten, je kunt het zelf wel, maak je eigen keuzes. Nou ja, en we zien allemaal waar dat mede toe geleid heeft in deze wereld. Maak je eigen keuzes. Alsof het dan vrede op aarde wordt. Nou, die engelen die dan bij de herders langskomen, die zeggen, kijk goed. Misschien ga je zelf naar een kerk en als ze een wat oudere Bijbelvertaling lezen, dan staat daar, ik vind dat wel heel mooi, en zie, staat dan. En dat betekent eigenlijk, wees er bedacht op, wees er opmerkzaam op, realiseer je wat hier gebeurt, zorg dat je er goed naar kijkt. Let op, zouden we vandaag de dag zeggen. En wat dan? Let op wat? Nou, jullie redder is geboren. Oké, okay. Hè? Hoezo? Een baby in een kribbe, jullie redder is geboren. Ik hoef niet bang te zijn als ik maar zie wat er gebeurt. Ja, dat. Als je oplet, opmerkzaam bent, als je jezelf er misschien een beetje in traint en in oefent van, oké, okay, het is dus niet alleen een baby die daar geboren is, maar God wil hier iets mee zeggen. Wat? Dit. In die kapotte wereld. Daar waar zoveel misgaat. En zo je wil, in jouw leven. Waar zoveel mis kan gaan. Daarvan heeft God gezegd, ik ga niet uit de hoge hemel roepen, hey, hallo, lukt het nog een beetje daar? Of geloof, hè, geloof. Houd moed, hè, het lukt je wel. Niet dat soort dingen, dat God vanuit de hemel vertelt hoe het gaat, hoe het moet, hoe het zou kunnen gaan. Maar dat hij zichzelf gegeven heeft en zichzelf erin gestort heeft. In Kiev, in de Oekraïne. In een van de andere plaatsen waar het leven zo heftig was en is. En ook bij jou. Dat God zegt, hier ben ik. Ik kom onder je wonen, bij je wonen. Dat betekent Immanuel, die naam. God met ons. Zo kwetsbaar en klein. Herders, kijk ernaar. Je hoeft niet bang te zijn. Ik snap wel dat je bang bent van die bak met licht. Maar het hoeft niet. Want God, die komt bij je wonen in de vorm van een kind, van een baby. Hoe klein wil je het hebben? Heb je die foto's ook gezien? Uit Oekraïne, dat er dan baby's geboren werden. Dat de mensen trouwden. Dat er gewoon een klein beetje vreugde was op die heftige momenten. Nou, dat. God komt bij ons wonen als een kind, als een baby. En jij mag hem ontvangen. Je mag dat kind oppakken. Je mag het in de armen kijken en in de ogen kijken en denken, wauw. Even dat stukje vreugde. Te midden van alles in je leven. Dat is kerst. Vrede op aarde. Let erop. Kijk er goed naar. Je redder is geboren. Deze Jezus, die kwetsbaar en klein onder mensen kwam, weet precies wat je meemaakt, wat je voelt qua afwijzing, qua pijn, qua verdriet. En is degene die het licht in je hart doet opgaan. Ja, zoals de herders met vreugde zijn gaan kijken bij dat kind Jezus en vervolgens de dorpen zijn ingegaan en verteld hebben wat ze gezien hebben. Nou, ik hoop dat dit verhaal, dat het licht wat in je gaat schijnen, op je gaat schijnen, je niet negatief verblindt, maar je doet realiseren, wauw, die God is werkelijk heel erg groot tegenover mij. Zeker als ik in het licht kom te staan en alles wat niet klopt zichtbaar wordt. Maar hij laat me niet vallen. Hij zoekt me juist op in die situatie. En dat is kerst. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. En daarom kunnen onze Oekraïense vrienden ook zeggen, ja, het is goed. Hij is erbij en hij houdt me vast. Ik wens je
mooie dagen. Dankjewel, Jurjen, voor jouw mooie verhaal. We praten daar zo over door op youtube.com/EOB. Maar ik zou jou willen vragen, wil jij allereerst met ons bidden? Ja. Ja, Heer onze God, we danken u echt voor het cadeau van kerst. Van vrede op aarde. Van u, Jezus, die naar deze wereld toekwam. Maar we willen ook samen bidden. Bidden voor de wereld waar zoveel onvrede is, waar oorlog is. Speciaal bidden we u voor de families van onze vrienden hier, Heer, die nu veilig hier zijn, maar die hun bekende familie in Oekraïne hebben zitten. Alsjeblieft, wees u erbij. Geef hen uw vrede in hun harten. Maar wilt u ook gewoon echt vrede geven hier in dat land? We verlangen daar zo naar. Daar en op andere plekken. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Deze dienst gaat door op youtube.com/EOBeam.
Dus als je nu via NPO 2 zit te kijken, ik heb een beetje last van de rook. En schakel dan over naar het YouTube-kanaal en anders zeg ik tot volgend jaar. Zullen we ergens anders gaan zitten? Ja. Hou je van kerst? Ja, ik vind kerst wel fijn, ja. Waarom? Nou, omdat het, hoe afgezaagd het klinkt, het uiteindelijk voor mij het feest van de hoop is, van het licht. Licht in de nacht. Weten dat God ons niet in de kou heeft laten zitten, dat hij hier is gekomen zelf om deel te worden van ons leven. Ja. Vind je dat we kerst goed vieren? Wie is we? Nou, we als mensen, als christen, als Nederlanders. Nou ja, kijk, ik vind dat kerst te veel gecommercialiseerd is. Hè? En dat het meer gaat over gezelligheid, warmte, liefde, eten. Maar aan de andere kant, het is een boodschap van eenheid en van vrede en samen zijn. Kom alle tezamen. En dat is oké. Okay. Ik hoop gewoon dat we met elkaar, dat zeg ik net zo hard tegen mezelf, Jezus niet uit het oog verliezen. Ja. Maar ik vind wel dat we het mooi vieren. Hoewel we wel triggerden met onze Oekraïense vrienden. Dat zij, ik had ook niet gek gevonden als zij hadden gezegd van, ja nee, dit jaar is kerst wel echt anders dan anders. En, ja. Maar dat, geen van drieën zei dat eigenlijk. Dus nee. Dat raakte me wel weer. Toen dacht ik, ja. Of het zit zo in hun systeem van, ja, natuurlijk vieren we kerst en we zijn hier nu veilig en het gaat over vrede. Een soort automatisme, maar dat klinkt een beetje negatief. Want het kan ook heel erg zijn van, ja, maar zo voel ik dat echt. Ja. Dit is voor hen ook een lichtpunt. Hoop in een kapotgeschoten wereld. Ja. Dan had jij het net over dat je zegt van dat we vaak ons eigen plan willen volgen. Hè? Dat we doen, ja, wat goed voelt, wat we zelf willen. Ja. En dan vertel jij hoe goed het is en hoe belangrijk het is. En hoe essentieel het is om eigenlijk daarin God te volgen. En aan de ene kant klinkt dat heel logisch. Aan de andere kant denk ik ook, hoe weet je nou dat je op de goede manier daarmee bezig bent? Ja. Dat is een mooie vraag. Ja, het simpelste antwoord of de simpelste reactie voor mij zou kunnen zijn, dat weet je zelf heel goed. Ja? Ja, volgens mij wel. Als je eigen weg gaat en je doet God erbij, zeg maar, zo van, nou, hij mag ook een rolletje spelen, dan heb je dat wel door, volgens mij. Terwijl de crux is dat je de regie over je leven uit handen durft te geven. Dus dat je durft te accepteren dat er iemand is groter dan jij, die de boel overziet, meer dan jij ooit kan, en die de touwtjes in handen heeft. En dan bedoel ik dat positief, in de goede zin van het woord. Wat er ook gebeurt, je zakt niet door het ijs. En als je er doorheen zakt, dan is hij er om je er weer uit te trekken. Ja. Dus dat. En twee, ja, de Bijbel geeft heel veel beloften. Hè? Dus er staat heel vaak dingen als van, als je gelooft dat Jezus de Heer is, of dat hij voor jou zonde stierf, of dat hij jou heeft lief gehad, dan mag je geloven dat je van hem bent en hij van jou is. Ik in hem, hij in mij. En dan wordt hij spannend, ja, want ik voel dat niet altijd. Nee, dat klopt, maar er zijn heel veel dingen die je niet voelt. Je kunt ernstig ziek zijn of ik, zonder dat je het voelt. Volgens mij heb ik het wel eens gezegd bij een Beamkerkdienst, dat mijn moeder op de duur tumoren in haar hoofd had en je zag niks aan haar. En de dokter die kwam het toevallig tegen bij een onderzoek. Ja, als zij had gezegd van, bullshit, waar gaat dit over? Dat is helemaal niet waar. Hoezo dan? Bewijs is. Ja. Foto's laten zien, maar je merkte niks aan haar. Dus ze moest ook afgaan op wat er over haar gezegd werd door de specialisten. En ik denk als, ja, dat geldt met God ook. God zegt van, ja, maar ik wil niet telkens daarover praten, maar je bent zondig. Dus er zit van alles in wat niet klopt. Maar het goede nieuws is, God blijft daar niet in hangen. Hij zegt niet van, ja, dus los het maar ook maar op of zo. Hij komt met die aankondiging dat het zo is, al voel je het niet, komt hij naar je toe met die belofte en die oplossing. Ja, en hoe weet je dat dan zeker? Nou, op het moment dat jij dat gezegd hebt tegen hem, ik wil bij u horen, ik wil het niet meer zelf doen, u krijgt het touwtje in handen. Ja. Dan mag je weten dat het ook zo is, gebeurd is, ook als je dat niet helemaal voelt. Dus dat is eigenlijk iets wat je nu kan doen, als je denkt, zeker, misschien, ik heb dat door, ik doe God erbij, zoals jij zegt, dit gaat over mij, dan kun je dus eigenlijk dat op dit moment gewoon uitspreken en in gang zetten. Wat ik graag wil, is echt van u zijn. En kijk, daar horen mogelijk wel dingen bij. Hè? Je kunt de keus maken om dan
Nou, dat zou ik adviseren om dat niet alleen te doen, om daar mensen bij te zoeken. En daarom hebben we kerken bijvoorbeeld. Maar dat kunnen ook je goede vrienden zijn of familieleden van je zijn, die je kunt betrekken in zo'n keus. Van joh, we zijn niet voor ons eentje gemaakt. Hè? Samenleven, dat doe je met elkaar. En dat betekent dat je anderen in je keus mag betrekken. Zeg, dit wil ik graag, wil jij misschien met me bidden? Een jeugdleider uit je kerk of misschien wel je ouders als je er een goede band mee hebt. Of een broer of een vriendin of wie ook. Maar dat kan echt. En vervolgens leer je daarna leven. Want je kunt natuurlijk uiteindelijk niet zonder gevoel blijven doen. Ieder mens heeft dat nodig, ook gevoel. Ja. Je kunt niet met je hoofd een keus maken van nu hoor ik bij God. Want hij zegt het, hij belooft het, dus ik accepteer het en het is waar. En als je daar nooit wat bij voelt, dus net als met verliefdheid. Ik ben getrouwd, maar als je nooit meer liefde voelt voor je vrouw, ja, dat is toch een beetje een probleem. Ja. Ja, wel een beetje, ja. Maar op de momenten dat je een keer wat minder verliefd bent, omdat je druk bent met je werk of met andere dingen, dan ben je niet opeens niet meer getrouwd. Hè? Ja. Je bent het wel. Je hoort bij elkaar. En zo is dat ook in je relatie met God. Dankjewel. You're welcome. Terwijl jij zo zit te praten, want dit is zo'n grasveld waar we, omdat je zei, ik heb wel eens tijdens een andere beamkerkdienst dat voorbeeld van je moeder genoemd. Toen zag ik ineens zo'n andere dienst voor me dat we hier in onze shirtjes in de zomer stonden en nu zitten we hier in de kou. Ja, dat was met Pinksteren. Ja, met Pinksteren, ja. Ja. Ja, en toen hadden we notabene een vuur, want met Pinksteren gaat het over vuur. Ja, nu hebben we ook een vuur, maar die staat daar ja, die in de verte. Ja, is heel ver weg. Goed, maak je geen zorgen over ons. Wat wil je? Ja, warme handen krijgen. Oh. Dit is een mooi beeld om het jaar mee uit te gaan, zou ik willen zeggen. Hey, dank Jurjen dat je erbij bent vandaag. Ben jij ook van de kerstmuziek eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook een onderdeel. We hebben net met de Beam Worship Band gezongen. Wat is je, heb je een favoriete kerstnummer? Ja, daar heb ik bij Nederland Zingt over verteld. Oh, ja. Maar dat heb ik niet gezien, want ik ben jong. Maar Nederland Zingt is ook voor jonge mensen. Ja, ik wist ik heb dat verteld gezien. Dat mijn favoriete kerstlied... Oh, ja, maar dan krijg je toch weer een preekje. Wil je dat? Nee, ik wil gewoon weten wat je lievelingsliedje is. Kom, laten wij aanbidden. Oh, en waarom? Omdat het zo vaak gaat over ik, wat ik voel, wat ik heb, wat ik kan, hoe ik erbij zit. En kom, laten wij aanbidden, want u alleen bent waardig. Dat gaat over hem. En ik denk dat het heel belangrijk is vandaag de dag dat het niet meer gaat over gezellig, fijn, goed. Ja, allemaal oké. Okay, maar dat er dan ook een moment is dat je zegt, weet je, het gaat hier om Koning Jezus. Dus laten we aanbidden en de blik naar boven richten. En nu denk jij... We gaan dat lied zingen. Maar nee! Nee, dat gaan we niet doen. Maar zou je hem ook helemaal mee kunnen zingen? Zeker. Van A tot Z de tekst. Ja. Ja? Moet ik het voordoen? Nee, hoeft niet. Nee, maar we gaan wel even kijken naar Danielle. Die is dit namelijk gaan uitproberen op straat. Kunnen mensen kerstliedjes afmaken? Ja, Joram, ik sta hier in Utrecht. En deze keer sta ik hier om de christelijke kerstliedjeskennis van de mensen hier op straat te testen. Komt allen... Tezamen. Moet je dat weten? Jezus is geboren. Stille nacht. Heilige nacht. Kindje slaapt, kindje lacht. Ik weet het echt. Ken jij dat nu? Het is zo stil. Ik zat vroeger op koor. Er is een kinneke. Geboren op aard. Hij lag in een stalletje en had het heel koud. Licht in de nacht. Ja, goeie vraag. Die ken ik nooit van gehoord. Heilige nacht. Nou, wat een kerstkennis hier in Utrecht. Ik heb gelachen, ik heb ook een beetje gehuild. Terug naar jou, Joram. Dat was een leuk filmpje, hè? Ja, en verrassend wel. Ja, maar kerstliedjes, dat brengt ons toch samen. Dat vind ik, hou echt Absoluut. Zo ontzettend van kerstmuziek. Ja. Waar ik ook van hou, is de EO Jongerendag. Matig bruggetje, sorry. Maar goed nieuws, want vorige week hebben wij bekendgemaakt dat we al ontzettend veel geld binnen hebben voor de EO Jongerendag. En dat je vanaf nu je kaartje kunt reserveren. Want we gaan het dus doen. Het gaat door. Definitief op 3 juni in Rotterdam Ahoy. De EO Jongerendag! En ik heb daar super veel zin in. We hebben nog niet al het geld van die fundraising binnen. Er is nog wat nodig, maar we hebben alle vertrouwen dat het goed gaat komen. Dus dank als je al hebt gedoneerd. En mocht je dat nog willen doen, doe het vooral. Maar bij deze wil ik je vooral... Of je ouders toch? Of opa en oma? Of ouders, opa en oma's, buren. Ja, iedereen. Iedereen. En dat hebben al heel veel mensen gedaan. En dat is echt fantastisch, want het gaat dus gebeuren. Volgend jaar, ik kan niet wachten, 3 juni. Je kaartje kun je dus nu kopen via eojongerendag.nl. Of je klikt in de beschrijving op de link. En dan kom je er en dan zien we elkaar. Met shirts gewoon, hè. Het is dan weer zomer, het is weer warm. Hoop ik. Ja. Ja. Nou ja, het moet wel heel gek lopen, toch? Nee, zeker. Ja. Goed, 3 juni dus de EO Jongerendag. Ik kan niet wachten.
Dankjewel Jurjen dat je bij ons was. Dat is een genoegen. We sluiten af met muziek op de EO Jongerendag. Dit is de Beam Worship Band. EO, laat je horen! Explainable phenomenon, and what your grace has done is nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you, where you've always been the way to life and the truth? You've given me a new heart, true reality, living for the one you set me free. You've given me a vision better than a dream. Saying I've changed, I'm acting different now. They wanna know what I know, they want the truth. And so I told them, if you're free on Friday, come to you with me. Leave your past right at the door, and you'll never be alone. Give me a new heart, true reality. I'm living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gonna wake me up at all. You turn my life right upside down. Zoveel jongeren zijn die eigenlijk gewoon geloven. Thuis zijn ze bij mij niet gelovig. Hier zie ik dat heel veel andere mensen die ook geloven. Dat is wel heel mooi om te zien. Het is toch tof met allemaal christenen hier. Een beetje jammen, een beetje muziek maken. Het is vet wat er is. Ahoy! Speak life! Zeg tegen je vrienden, ik hou van je. En wacht niet, doe het vandaag. Voordat jij denkt dat jij de wereld moet veranderen, kom eerst bij mij. Nog voor er ooit iemand een woord van jou, tegen jou of over jou heeft gezegd, God spreekt eerst.